Dit is Logboek Leeuwarden. Je ziet het tegenwoordig steeds vaker. Verschillende sporten die samengevoegd worden tot één nieuwe combinatiesport. Ah, je kent dat wel, dwergwerpen, speerhappen, racekakken enzovoort. Maar in de wijk Nylon hebben ze twee sporten samengevoegd die ook weer een nieuwe sport maken. Bungeejumpen en sloeproeien wordt samen bungeeroeien. De gemeente Leeuwarden stimuleert de levendigheid in de wijken door wijkpanels te belonen met een wijkwaardebon als ze een goed idee hebben. Het wijkpanel van Nylon wilde iets sportiefs doen. Nou, vroeger zwommen we in het Vergaringsmaarkanaal als kind. Om de wedstrijden. Dat was het idee om daar te gaan roeien. Alleen dat lukte niet. En dan kwamen we bij de Zwettehaven terecht. Nou, ideale locatie. Ze verzonden er de pakkende titel Zwitten in de Zwetten bij en organiseerde een dagje bungeeroeien. De belangstelling van de media was groot. Het publiek liet het wat afweten. Maar wat is bungeeroeien precies? Ja? Bungeeroeien, dat is, je ziet daar achter ons de roeiboot liggen. Die roeiboot zit vast aan een elastische touw. En het is de bedoeling dat zometeen ploegen in de boot gaan roeien. En dan worden ze op een bepaald moment tegengehouden door het elastische touw. En ja, dan wordt hun tijd genoteerd. Wat heb je allemaal nodig om te bungeeroeien? Water. Check. Boot. Check. Elastiek. Check. Roeiers. Check. Muziek. Check. En Piet Paulusma. Check! Imi Tjallingi van het wijkpanel heeft het er maar druk mee. Alles in de gaten houden of er niks fout gaat. Zorgen dat de muziek op de juiste plaats staat. Ze krijgt van Piet nog een paar laatste tips over het weer. En dan geert het om. Piet mag het feest openen. Waarop de CDA-ploeg de eerste race van de dag roeit. En hebben we al het eerste? We hebben nog nooit geoefend. Dus, maar we gaan, ja, ik weet het niet. Geen idee. Naast de CDA-ploeg is er ook nog een PvdA-ploeg. De verkiezingen ebben nog even na. Een kunstenaarsploeg. En deze groep jongelingen. De Friesland College-ploeg. De voorbereiding is zorgvuldig. Ik verwacht niet. We hebben nog nooit gegroet. We zijn eigenlijk weer een reddingsteam omdat er een team uit is gevallen. Dus daar schieten wij even te hulp. De coach weet van wanten. Veel bier, dan komt het allemaal goed. De sportdrank doet zijn werk en ze hebben er zin in. Ze krijgen de laatste aanwijzingen aan boord en dan gaan ze los. Dat valt nog niet mee, want het parcours dat minstens 50 meter lang is, wordt door alle teams bij lange na niet gehaald. De uitschieters liggen rond de 24 à 25 meter. En hoe is het met Imi? Gaat alles goed? Tot nu toe wel. We hadden mooi weer. Mensen zijn kalm. Je hoort op achtergrond de muziek. En lawaai. Dus nee, het is geslaagd. Loopt alles volgens plan? Nou, één dingetje ging mis en dat was dat we 10 minuten stroom hadden. Die is ook weer opgelost. En wat kwam er voor dan? Te veel apparatuur natuurlijk. Iedereen wil frikandellen en kroketten. Maar het is allemaal weer opgelost. Ondertussen houden de jongens de concurrenten goed in de gaten en bespreken onderling de juiste tactiek. Maar die gaan ver hoor. Dit ziet er een stuk beter uit. Na een middag zich hard in het zweet te hebben gewerkt,
eindigen onze jongens op de vierde plaats. We hebben 2 keer 3 maal meegedaan. Je hebt 2 keer 3 pogingen dus. En we hebben de laatste keer, dus de 6e poging, hebben we 22 meter 10 gehaald. Dat geeft ons een mooie 4e plek, dus we hoeven gelukkig niet mee te doen aan de finale. Kunnen ze lekker weer aan de sportdrank? En het was nog lang onrustig op de Swetten. Judith Janssens is 13 jaar. Ze woont in de wijk Nylon en ze zit in het eerste jaar van de HAVO. Zij gunt ons een kijkje in haar wereld in deze aflevering van KidCam. Ik ben Judith Janssens, ik ben 12 jaar oud en ik woon in Leeuwarden. Mijn ene broer is Gerben, die is 14 jaar. Mijn andere broer heet Bas, die is 16 jaar. En mijn zus heet Lianne, die is 18 jaar. Hallo, dan zijn we bij onze kerk en Sanne, mijn familie, gaat nou even de kerk filmen. Hallo, ik ben Sanne. Nou, dit is de kerk van voor. Daar is de deur. Hier is de keuken. En na kerkdienst staat hier allemaal lekkers op tafel. Daar gaan we naar de uitgang. En hier hangt iedereen zijn jas op. Iedere vrijdagavond club in mijn kerk. En dat is een Rock Solid club. En dan, wij hebben dan allemaal leiding. Ik verzin gewoon allemaal spelletjes van 7:15 of 8:00 tot 9:00. Omdat het laatste clubavond was, had iedereen zo'n vuilniszak zeg maar aangetrokken. En dan mocht iedereen slag omgooien. Vandaag is het zondag en we gaan nou even wandelen buiten. We zijn vanmorgen naar de kerk geweest en dan gaan we straks in de natuur wandelen. Ik ben samen met mijn ouders, dus mijn moeder en dat is mijn vader. En dat is Judith, maar die zien jullie niet. Dit is het Leeuwardenbos. Nou, daar gingen we vandaag maar eens wandelen. Normaal wandel ik niet zoveel, maar... nu blijkbaar wel. Want anders moet je filmen dat je de hele dag voor de televisie hangt of op de computer. Ja, dat is niet interessant. Waarom wandel je? Misschien. She had everything it seemed. Not a careless teenage queen. Not a careless teenage queen. Other boys could offer more, but she loved the boy next door who worked at the candy store. Dream on, dream on, teenage queen. Nou, dit is mijn kamer. Die hadden jullie nog niet gezien. Ik ben vanmorgen ook weer naar school geweest, maar ik heb vergeten de camera mee te nemen. Dus ik heb niet meer op school kunnen filmen. En hier slaap ik op mijn hoge slapen. Nou, nu moet ik de camera weer terugbrengen. Doei! Now the story has some more. You'll hear it all at the candy store. Hoogbouw vind je alleen in de stad. Hoe vaak ben je wel eens niet langs zo'n flat gereden dat je dacht van, oh, wat zouden die bewoners daar een fantastisch uitzicht hebben? Logboek belde aan en vroeg aan verschillende hoogbouwbewoners, mogen wij even van het uitzicht genieten? Thank you.
de bouw van het nieuwe Fries Museum aanstaande is, wordt voorzichtig aan afscheid genomen van de gebouwen aan de Tweebaksmarkt. De noordelijke kant, met het IJzingehuis, is al niet meer open voor publiek. Maar Sietse wist toch nog binnen te komen. Zeker, en met een reden. Want als jonkje kwam ik vaak in het Fries Museum. Met zijn mooie stijlkamers en kunst. Maar heel eerlijk, dat was niet het meest spannende. Want het meest spannende lag hier, onder het IJzingehuis. Want daar was de kelder. En dat was niet zomaar een kelder. Een paar vertrekken waren inricht als dodenkamers met grafstenen en serken en een klein liekkistje van een kindje. Mijn vriendjes en ik deden wie er als eerste de kelder in durfde. En ik zal het eerlijk zeggen, dat was ik meestal niet. Want die grote, brede, eikenhouten trap naar beneden, die boezemde mij al angst genoeg in. De kelder onder het IJzingehuis, dat was in mijn jongensjaren het hoogtepunt van suspense. Maar op een dag kon je er plotseling niet meer in, was die kelder afgesloten. En dat vond ik jammer, want die kelder was van oorsprong de plaats waar de keuken zeten had en de opslag in de tijd dat IJzinga zelf nog in het huis woonde. En die keuken was ook machtig interessant, vond ik, met zijn grote houtgestookte kookkachel en raampjes die op de Koningsstraat uitkeken. Je kon de keukenmeiden en de kok er nog bijna horen. Ja, dat is allemaal weest, maar het Fries Museum te laten vertrekken zonder daar nog een keer te kieken, dat kon ik niet over mijn hart verkrijgen. Gelukkig wou deze man, Evert Kramer, conservator bij het museum, mij wel ter willen wezen. Hij regelde een paar sleutels en zo kon ik na jaren weer die brede eikenhouten trap naar de kelder afdalen. Kon ik hem meteen vragen waarom dat die kelder afgesloten was. Nou, dat had in 1994, hè, bij de verbouwing, had het te maken met vluchtwegen die natuurlijk beschikbaar moeten zijn voor publiek. En die eisen die zijn natuurlijk toch nog eens een keer opnieuw getoetst. En toen is besloten om dit gedeelte voor publiek te sluiten. Verder was het ook wel een problematische ruimte vanwege vochtwerking natuurlijk. Je zit onder het maaiveld. Dus het had heel veel onderhoud en reiniging nodig. Dat zijn eigenlijk wel de beide belangrijkste oorzaken dat we besloten hebben dit voor het publiek niet meer toegankelijk te laten zijn. Oké, begrijpelijk, maar wel jammer. Ook omdat er nog altijd een paar opmerkelijke voorwerpen staan, zoals deze stenen man. Ooit stond hij bovenop een kanselarij en maakte die deel uit van de eerste originele beeldengroep op een kanselarij. En wie kent deze muurschildering nog in de grafkamer? Ergens in de jaren 50 aanbrocht en hij zit er nog steeds. Mijn bezoekje aan deze kelder werd nog spannender toen Kramer nog wat deuren opendeed. Want achter de ruimtes die destijds open waren voor het publiek zitten nog een groot aantal ruimtes. En dat was zeker voor mij een verrassing. Zo is er nog een oude keukenruimte die jarenlang door het personeel van het museum als kantine gebruikt werd. Via een andere gang kom je dan in nog meer vertrekken waar een grote hoeveelheid steengoed opslagen leidt. Van muurornamenten tot fragiel porselein.
En in een van die vertrekken, helemaal achteraan, daar zitten we al bijna onder de voorstreek, zit nog een ruimte met allemaal lades, tientallen lades, waar ooit de prehistorische fragmenten opslagen lagen. Dit gebouw heeft natuurlijk deze catacomben, die hebben voor een deel hebben die een geschiedenis van meer dan 200 jaar. Het ijzige huis is uit 1780, 1790. Nou, kan je nagaan. Nou moet ik wel zeggen dat deze kelders niet allemaal uit de tijd binnen dat het IJzingahuis maakt werd, zo eind 18e eeuw. Want de achterste ruimtes die binnen uitgraven tijdens de Tweede Wereldoorlog. Die moesten destijds als depot dienen. Opslag dus. Zo, mijn nieuwsgierigheid is weer bevredigd. Leuk om nog eens in die kelder te kijken hoor. Wat mij betreft kent het Fries Museum nou wel verhuizen. Hoewel, Kramer zei dat er ook nog een zolder was. Daar moet ook nog een heleboel spul leggen. Ik zal toch niet. Misschien kan hij daar ook wel een sleutel van krijgen. Misschien moet ik het vragen. We zijn alweer aan het einde gekomen van deze aflevering van het Logboek. Volgende week op deze plaats is er weer een aflevering van Waaromblik. De laatste van dit seizoen alweer. En over 2 weken is het Logboek er weer. Tot ziens! Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door een bijdrage van de gemeente Leeuwarden en het Fonds Cultuurparticipatie.